Beste allemaal, hartstikke welkom. We gaan weer lekker door met Bijbellezen in drie talen. We hebben te gast vandaag Jurk Liesman en Michael uit de buurt van Venlo. En Jurk komt uit Leuven. Nou, beste heren, zoals te doen gebruikelijk, jullie mogen even hallo zeggen tegen iedereen die met spanning zit te wachten. Hallo. Hallo. Wat ik erg leuk, jullie hebben het allebei gezien, dat wij hebben een reactie gekregen van een dame en die heet Lulu. En die is goed in Engels, die gaf een reactie in het Engels en die zei, wat leuk dat jullie in drie talen de Bijbel bespreken. Punt 1, het gaat over Bijbel bespreken en punt 2, zo leer ik Nederlands en leer ik Duits. Een beetje, ja. Ja. Dat is waarschijnlijk in dat opzicht niet... Niet onmogelijk. Ik wil maar zeggen, van, ik heb ook voor een groot deel Nederlands geleerd in een tijd. Als ik hier in België was in het begin, die vrouw waarmee ik was gaan trouwen, die had een videotheek. Mm-hmm. Vele mensen weten al niet meer wat een videotheek is. Nee. Dat is dus zo'n winkel waar je naartoe kunt gaan en waar dat je zo cassetten kunt gaan huren. En die kon je in zo'n grote recorder bij je thuis stoppen en dan kon je een film afspelen. Ja. Vandaag loopt dat met Blu-ray of met een USB-stick of dergelijke. Maar vroeger waren dat zo heel reuze cassettes. WHS-systeem noemde zich dat nog. Ja. En dan konden in zo'n winkel gaan en dan konden voor, ik weet niet wat, een tientje of zo, een film gaan huren voor een paar dagen. Mm-hmm. En dan konden die bekijken. En hier in België zijn die films allemaal niet gedubt, maar met ondertitels voorzien. Anders als in Duitsland. Als je in Duitsland een film gaat bekijken, een Amerikaanse of weet ik veel wat, dan hoor je die mensen altijd in Duits spreken, want dat is altijd gedubt. Ja. En hier in België hebben die dus ondertitels. Heel vaak tweetalig, dat wil zeggen Nederlands en Frans. Mm-hmm. Of anders gewoon Nederlandstalige ondertitels. En als je gelijk ik redelijk wat Engels kunt, alleen kon toen redelijk wat Engels. En dan dus die films gaan bezien, dan kun je door het lezen van die titels ook nog een beetje Nederlands daarbij leren. Dat is niet zo onaardig. Ja, precies. En dus als je nu, ik denk als je alleen maar Engels sprekende mens bent en je kijkt deze video's, dan weet ik niet in hoeverre dat kan helpen, maar ik hoop maar dat het kan helpen. Het zou fijn zijn als het een beetje helpt. Ja. Want ik moet eerlijk gezegd één ding kwijt over talen. Ik heb mijn buik vol van deze mensen die menen dat ze geen andere talen moeten gaan leren. Je maakt dat vooral mee in twee landen, daar ken ik het vooral van. Dat is Frankrijk en Duitsland. Oh ja, Duitsland ook? Juist in Duitsland. Ik heb daar met heel veel mensen die wij vaak ontmoeten dan tijdens onze tijdens videocommentaren en dergelijke dingen meer, die dan zeggen, oh, wil een video in Engels. Dat een Duitser erop schrijft. Dan zeg ik, ja jongens, is toch mijn fout niet dat dat min of meer de internationale taal is? Ja. En het vraagt ook eens niet een beetje zelfstudie. Ik bedoel, je kunt toch niet aan de ene kant zeggen van ik wil de waarheid weten. En aan de andere kant zijn je niet bereid om dan een keer ook wat voor te doen. Dat ik vandaag de dag min of meer drie talen spreek, daar ben ik niet mee geboren, hè? Nee. Dat heb ik mij aangeleerd. En als ik dat kan, dan kan een ander dat toch ook. Ja. We moeten een keer onze trots gaan verliezen. Dat is iets wat veel mensen hebben. Is dat en trots? Trots, ijdelheid. Mm-hmm. Dat is wat Lucifer tot val gebracht heeft in de hemel. Ja? Denk daar eens een keer aan. Wees niet zo, bij wijze van spreken, tussen aanhalingstekens patriotistisch of wat dan ook. Dat je zegt van, mijn Duitse taal boven alles. Of mijn Franse taal boven alles. In Frankrijk is dat ook zo, hè? Ga eens een keer ergens naar Frankrijk. En als je niet die hun taal spreekt, dan vertikken die dat soms gewoon om je aan te spreken. Alhoewel dat ze misschien die taal kunnen die jij spreekt. Hè? Mm-hmm. Die zijn zo chauvinistisch. Ja? Ik noem dat als chauvinistisch. Ja. En dat heb je met veel andere mensen ook. En dat is heel, heel spijtig. Ja. Mensen zouden meer open moeten staan voor dergelijke dingen. Ja? Chauvin, dat was ook een Fransman, hè? Waarschijnlijk, ja. Daar kende jij meer van als ik van. Ja, dat heb ik onthouden. Je weet ook niet of wat je onthoudt of het ook klopt. Maar het ging dus om een man en die heette Chauvin. En die vond Frankrijk über alle of zo, hè? Ah ja. je hebt ook van die mensen die vinden Duitsland über alle. Ja, maar dat was ook het volkslied. Maar dat mocht je toch daarna niet meer zingen of zo. Die meneer Chopin is geboren in Polen. Oh. Ja. En die is overleden in Parijs. Mm. Parijs.
1849 in Parijs. Jij zit naar Wiki te kijken of zo. Ja. En van welk land vond hij dan dat dat land het beste land ter wereld was? Polen of Frankrijk? Ja, ik denk Duitsland dat het midden ligt. Hij is verhuisd, ja. Hij is verhuisd naar Frankrijk. Dan, ja. Dan denk ik dat Frankrijk bedoelde. Hè? Ja. Ik vind het Franse land vind ik wel mooi. Dat, echt wel. Ik kom erom het land, kom ik er graag. Alleen de taal en de mentaliteit vind ik... Maar ik vind Frankrijk rommelig. Ik vind een rommelig land. Maar op de wegen dan, hè? Wat zei je? Ik zeg, van landschap hebben ze allemaal iets. Duitsland is een heel schoon land qua landschap gezien. Frankrijk, Spanje. Dat zijn allemaal, heeft dat zijn charme, hè? Ja. Ik bedoel, we spreken over de schepping van de Heere. Ja, ja. Behalve daar waar de mens al allemaal verknoeid heeft. Maar... Ja, dat wil ik ook zeggen. Ik zeg ook dat die Antarctica, die is heel fijn. Mm-hmm. Een beetje koud, maar... Ja. Het is alles verschillende landschappen, die maar voor iedere landschap zijn er ook verschillende dieren en zoiets. En dat is dat mooie van de creatie, van onze schepper. Ja. Dat, het is al zo divers, het is zo ik weet niet hoe te zeggen, maar het is zo aangepast. En dat is heel fijn, Je ziet dat voor iedere dier, daar is een goede omgeving. Hè? Ja. En dat is allemaal fijn, dat is perfect. Hè? Dat probleem zijn, het probleem is de zonde en Satan, de duivel. Dat is het probleem. Totaal. Oké. Okay. Hey, zullen we hem oppakken? Ja. Ja. En dan mag jij beginnen. Je doet hetzelfde als vorige keer. Jij begint, dan kom ik in het Nederlands en dan Michael auf Deutsch. Ja, ik ben de laatste. Ja, dat is altijd. De hekkensluiter. Ja. je mag van mij anders ook gerust beginnen, Michael. Daar heb ik ook geen probleem. Nee, dat was een grapje. Wie het laatst lacht, lacht het best. Dat is een Nederlands gezegde. Ik dacht dat wie het laatst lacht, best lacht. Dat zal waarschijnlijk de Vlaamse korte versie daarvan zijn, ik weet het niet. Ja. Allee, zwart. We zitten dus in Genesis kapitel 8, vers 20. Dat is waar we moeten verder gaan. So I'm going to start in the English King James Version, Genesis 8, verse 20. Where it is written, "And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar." Ik zal al niet direct verder gaan spreken, want ik vind dat hier al iets te bespreken valt. Oké, dan pak ik gelijk de Nederlandse. Dus laat ik eens een keer aan Perry over en dan aan Michael om de andere talen nu voor te lezen. Precies. En dan even voor de kijkeraars, we zitten aan de zondvloed. We zitten in het hoofdstuk wat gaat over de zondvloed. En de zondvloed is dus nu voorbij. En wat gebeurde er toen? Nou, vers 20. En Noach bouwde den Heere een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandofferen op dat altaar. Noach aber bouwde dem Herrn einen altaar und nahm van allem reinen vee und van allen reinen vögeln und offerte brandopfer auf dem altaar. Ja. So is dat. En dat mooie wat hierbij is, en daarom wil ik dat nog heel eventjes gaan bespreken. We hebben ondertussen al ondervonden dat Noah niet maar twee van elk diersoort meegenomen heeft. Een mannetje en een vrouwtje. Mm-hmm. Maar van sommigen zelfs zeven exemplaren. Ja. Dat wordt over het algemeen niet geleerd, dat weet ik. Ik heb daar ook eens een paar keer over moeten lezen. En daar heb ik me afgevraagd waarom heeft me dat eigenlijk nooit iemand verteld dat hem zoveel beesten meegenomen heeft. Mm-hmm. En wat is de reden daarvan? Waarom neemt hij zoveel beesten mee? Dat heeft daarmee te doen. Stel dat hem twee tortelduifjes meenam. Een mannetje en een vrouwtje. En de ark loopt op land. Gelijk dat nu gebeurd is. Mm-hmm. En ze doen de ark open. En ze gaan de Heer willen danken door een offer. Om daarvoor te zorgen dat ze kunnen danken. Dat ze allemaal overleefd hebben. Dat ze terug vaste grond onder de voeten hebben.
En dan gaan de laatste twee duiven gaan doden. Ja, dan bestaan die niet meer. Ja. Dus heeft God natuurlijk voorzien dat van de reine dieren, die onbesmet zijn, zonder makel, zonder fout, ja, reine dieren, dat hem daar meer van heeft, dat hem juist enkele offeringen kan doen en dat toch die art of die species, of hoe je dat ook zegt, ik weet nu dat Nederlandse woord niet meer, in Engels is het, die soort. Daar spreken we over in kind. Ja, de soort. Dat die soort dus wel nog zou kunnen verder leven, ook al zijn daar beesten van geofferd. Ja. Want God wil geen onrein offer hebben. Ja? Dus hij heeft voorzien dat Noah voldoende dieren mee bij had, dat kon geofferd worden. Erg goed dat je er even bij stilstaat. Ja, en ik vind dat gewoon spijtig dat je dat in feite buiten in de kerk of weet ik veel wat nergens nooit niet geleerd wordt. Mm-hmm. Dat zijn allemaal zo van die dingen die blijven onbeantwoord als je in een congregatie of weet ik veel wat bent. En daar spreekt nooit iemand over. En ik vind dat is belangrijk voor ons dat we toch eens een keer dabei stilstaan van, ja maar kijk, die komt uit de ark en die heeft van elk soort dier twee mee en dan gaat hem die hier offeren. Hoe gaan we nou? Weil da gerade omwille van de reine zeven en van de onreine twee mee had. Ja. Zo staat het ook in het begin geschreven, voor die arken. Ja? Neem van elk rein dier zeven en van elk onrein dier twee. Ja. Waarom zeven? Dat is de perfecte getal van God. Ja. Ja? Ik bedoel, daar kan men weer een eigen uitzending over doen, over die getallen. Dat gaan we nu niet doen. Maar ten punt is gewoon dat we eens een keer stil daarbij staan, dat God voorzien had, dat hem ook gedankt kan worden, als dat allemaal afgelopen is. Ja. Want dierenofferingen waren blijkbaar toch al aan de orde. De mensen hebben nog geen dieren gegeten, voor zover dat wij weten, want dat wordt nu pas geordineerd, dat komt in het volgende kapitel, dat gaan we dan lezen. Mm-hmm. Maar offeringen werden al gedaan sinds Kain en Abel. Dat is de reden waarom Kain zijn broer Abel doodsloeg. Ja. Ja, omdat hij een offering bracht van zijn eigen werk, en Abel een offer bracht van zijn dieren die hij geteeld had. Ja. Ja? Dus dierenoffers bestonden er al. Dus ook de regels welke dieren rein waren om te offeren en niet rein waren om te offeren, dat bestond er allemaal al. Mm-hmm. Nu zullen veel mensen misschien uit de wolken vallen en zeggen van, ja maar hoe kan dat? De wet is toch pas bekend gemaakt door Mozes op Mount Sinai in Exodus kapitel 20. Daarvoor was het toch allemaal niet? Mm-hmm. Allee. En daarvoor leefden ze zonder wet, of wat? Hoe is Abraham dan gerecht geweest voor de Heer? Waarom heeft Noah dan hier direct dieren geofferd? Ja. Huh? Vers 20, and offered burnt offerings on the altar. Ja, er zijn meer dingen in deze Bijbel, er zijn meer dingen in ons, ik zal maar zeggen, in menselijk geschiedenis gebeurd dan in de Bijbel alleen maar staat. Het is heel duidelijk dat de wet de mens al langer bekend is. Dan alleen maar van kapitel 20 van het tweede boek Mose. Ja. De mensen wisten eerder het wet al. Ja? Anders waren er ook nooit mensen geweest die afgevallen zijn, bij wijze van spreken. Dus moet er toch al een wet geweest zijn. Natuurlijk. Paulus heeft het toch een keer gezegd, als er geen wet zou zijn, dan kende ik de zonde niet. Want ik weet toch pas dat ik vals ben als ik weet dat ik een wet overtreed. Maar als ik dat wet niet ken, dan weet ik het niet. Ja. Ja? Dus die wetten waren er altijd. Waarom heeft God die dan pas op die twee steentafels geschreven in Exodus, dus bij tweede Mose? Dat is weer een heel andere zaak. Dat heeft weer een heel andere reden. Maar die wetten bestonden ervoor al. Reine en onreine dieren bestonden al. Oké, de mens at nog geen dieren, maar hij heeft de dieren geofferd omwille van dat zonder het vergieten van bloed er geen vergeving van zonde was. En ook deze dieren die hier geofferd waren, hier en daarvoor, zijn offerdieren die gebracht werden in de plaats van Jezus Christus, die het uiteindelijke offer was aan het kruis. Ja. En met zijn bloed alle zonden op zich genomen heeft. En Jezus Christus, nog eventjes daarnaast, Jezus Christus is gestorven niet nur voor de zonden alleen, niet maar voor de zonden alleen, maar van de mensen die hem bekennen. Jezus Christus is gestorven voor de zonde van elke mens die ooit op deze aarde geleefd heeft. Ja. Hij is voor allen gestorven. Daarom accepteren nog niet alle zijn offer. En die zijn offer niet accepteren, daar is hem wel voor gestorven, maar die gaan toch in de hel branden, omdat ze hem niet accepteren. Sorry dat ik het zo cru moet gaan zeggen, maar dat is gewoonweg zo.
Maar gestorven is hij voor iedereen. Alleen moet ik het ook accepteren en hem accepteren als mijn verlosser. Dan heeft zijn offer voor mij ook iets opgeleverd. Maar een groot deel van de mensheid legt dit geschenk naast zich neer en wil daar niks mee te doen hebben. En dat zijn allemaal dingen die komen in mijn hoofd terecht als we hier nu zo over die burnt offerings, dus gewoon over een onnozel klein woordje spreken in die vers van. En hij maakte vuurofferingen op den altaar voor de Heer. Ja, maar daar moet men eens een keer bij stilstaan, wat dat allemaal impliceert. Ik vind dat zo'n bibelstudie of bijbelstudie daarvoor moet gemaakt zijn ook, dat we daar een beetje dieper op deze dingen gaan ingaan. Dat we daar niet zo overvliegen over die dingen. En dat we proberen elke vers, dat kan niet bij elke vers, of ik kan het tenminste niet bij elke vers, maar dat we overal proberen een diepere zin uit te halen. Ja? De achterliggende reden waarom die dingen daar zo staan als ze daar staan. Waarom staat hier, and took of every clean beast, and of every clean fowl? Ja, omdat je reine beesten hebt en onreine beesten. En wat doe je met de reine beesten? Aber die kan je offeren. En waarom offer je die? Omwille van dat je dank u zegt. En waarom zeg je dank u met het offeren van beesten? Omwille van dat je verlossing wilt krijgen, die je kunt krijgen alleen maar door het vergieten van bloed. Ik vind dat zijn belangrijke dingen om eventjes te bespreken. Vandaar, sorry dat ik hier eens een keer de volgende 10 minuten daar weer aan mij genomen heb, maar ik vind dat belangrijk en ik zou ook graag een keer jullie mening daarover horen. Nou, ik kan het alleen maar bijvallen. En dat jij erover begint dat je dus die reine dieren hebt en die onreine dieren. En dat Noah van de reine dieren er 7 meenam en van de onreine er 2. Daar had toen al een vraag over, die was blijven hangen en nu begrijp ik hem. Dus ik ben alleen maar blij met je toevoeging. En jij, Michael? Ja, ik denk dat iedere mens die op onze dagen nog een offering maakt, die verwijdert Jezus Christus. Ja, dus bijvoorbeeld die the Pagans, die Heiden, ja, die vandaag nog in iedere Land een Brandoffering maken. En bijvoorbeeld speciaal die Satanisten, die een Blutoffering maken. Ja, für diese Menschen ist das ein Teken, ja, dass sie Jesus Christus verweigern. Kan je dat mag je even toelichten wat je daarmee bedoelt. Ik snap wel waar je naartoe gaat, maar ik wil je woorden niet invullen. Jezus Christus heeft aan het kruis gezegd, het is voldaan. Dat is mijn punt, ja. En hij bedoelde met het is voldaan, niet het is afgeschaft, maar het is voldaan. De wet is voldaan. Okay. En als de wet voldaan is, dan is de wet overbodig. Het is niet afgeschaft. Maar hij is niet meer in werking. Jezus Christus was het vlees geworden wet van het offer. Daarom is op den ogenblik als hij op het kruis de geest opgaf, de voorhang in de tempel van boven naar beneden in 2 stukken gereten. Ja. Door God zelf, van boven naar beneden. En heeft het heiligste van het heilige in die tempel geopenbaard. Heeft daarmee onderstrepen, die punt die Jezus gezegd heeft van God verblijft niet meer in tempels gemaakt van mensenhand, van stenen, gelijk in kerken. Ja? Een kerk is niet een tempel van God niet meer, sindsdien. Jezus Christus heeft met zijn offer één voor allemaal alle offeringen stilgezet. Dan moet je een keer lezen, Hebreeën 10 of Hebreeën 11, één van de 2 kapitels. Een heel interessant kapitel. Daar gaat het precies daarover. Dat we één hoge priest hebben die één voor allemaal alle offers op zich genomen heeft. Daarom is het zo. Pas op, ik wil Michael hier niet in de reden vallen, maar ik hoop hem een beetje te ondersteunen, want hij heeft het wat moeilijk om zich uit te drukken in het Nederlands en ik probeer maar een beetje te helpen. Dus Michael, val alstublieft altijd in als je nog iets daarbij wilt zeggen. Ik ben precies. Mijn punt precies is dat als je ziet dat de Romeinse katholische kerk zou een nieuwe tempel bouwen in Jeruzalem, dan is dat een teken dat ze Jezus Christus als Christus niet accepteren. Dat is mijn punt. Dat is één punt. Nog een veel duidelijkere punt die elke dag zichtbaar is. Duizenden, honderdduizenden keren over de wereld. Is dat in elke Romeins-Katholieke kerk in de mis, dat niks anders is als een offeringsgave,
Als een ritueel van een offering, mm-hmm. dat daar door het Romeins-katholieke dogma van de transubstantiatie, ja, dat is dus de wezensverandering van het brood naar het, van het brood naar het vlees naartoe, mm-hmm. en van de wijn naar het bloed naartoe, dat door middel van deze offering, die offering van Jezus Christus, die hij een voor allemaal gedaan heeft, teniet gedaan wordt. Ja, de Romeins-Katholieke Kerk accepteert het offer van Jezus Christus niet, want zij offert Jezus Christus dagelijks honderdduizenden keren over de hele wereld. En de priester, de Romeins-Katholieke priester, verandert de hostie, dat is dat stukje brood dat hem ophoudt, met de woorden hoc est enem corpus meum in de waarachtige lichaam, in de geest, in het vlees, in het bloed, in de menselijkheid en in de goddelijkheid van onze Heer Jezus Christus. Hij haalt, en dat is Romeins-Katholiek dogma, kun je overal nalezen, dat ben ik niet eerlijk, dat is zo. Hij haalt met zijn macht God uit de hemel in dat stukje brood. De Romeins-Katholieke Kerk is de enige religie op deze aarde waar het schepsel de schepper kan maken. Ja. Daar moet ik een keer bij stilstaan. Hoe zot dat dat is. Ja. En hoe belangrijk deze offeringen in het Oude Testament ook waren, ze waren allemaal alleen maar voorteken naar Jezus Christus, die ging komen en die het uiteindelijke offer ging daar brengen. Mm-hmm. Door zichzelf. En daardoor heeft hem gezegd, het is voldaan. Geen offeringen meer, geen bloedvergieten meer. Ik ben het lam dat geslacht is voor de fundatie van de wereld überhaupt. Mm-hmm. Ja? Hij is het enige offer dat überhaupt telt. Alle offers van dierenoffers die in het Oude Testament gebeurd waren. Geen enkel druppel bloed van een van die dieren heeft ooit een keer zonde weggenomen. Maar het was een teken voor dat Jezus ging komen. Het was een voorteken van shadow of the things to come, zoals men mm-hmm. in Engels zegt. Ja? Mm-hmm. Een schaduw van de dingen die gaan komen. Elke offering was daarvoor daar. Die hoge priest van Israël, voor zover dat ik bekend ben met die rituelen, want ik heb ja het Oude Testament niet compleet gelezen, dat staat er allemaal in. Gaan we ja misschien ook vroeg of laat nog gaan bezien. Die hoge priester van Israël, die moest, als hem ene keer per jaar, dus naar het heiligste van de heiligen, hij moest eerst eens een keer zijn eigen zonde witwassen, voordat hij überhaupt het heilige in kon gaan. Anders kon hem daar niet ingaan. Mhm. Jezus Christus moest daar niet, want Jezus Christus was rein van begin. Hij is de enige mens die op deze aarde ooit geleefd heeft, die compleet zonder zonde was. Niet Maria, by the way. Mhm. Jezus Christus is de enige die zonder zonde geleefd heeft. Ja? En hij heeft daarom ook de zonden tot een einde gebracht. Ja, als je mij nu niet tegenhoudt, dan ga ik weer over Daniel 9 gaan beginnen. Hè? Mhm. Want daar staat het allemaal in. Daniel kapitel 9, verse 4 tot 27. Hij brengt een einde aan al die offeringen. Ik kan niet helpen, ik doe mijn King James hier eens een keer gaan open. Ja, ik kom elke keer terug op Daniel. Het is ja spijtig dat ik me altijd moet herhalen. Maar ik kan het gewoon niet helpen. Dat is een zo belangrijke plaats in de Bijbel. Dat staat heel duidelijk in vers 24. Ja? To make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring an everlasting righteousness and seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. And verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblations to cease. Dus in het midden van de week zal hij ervoor zorgen dat de offeringen en de oblations, daar kom ik niet op die vertaling daarvan in Nederlands, pak ik gelijk dat zijn offeringen en brandofferingen of dergelijke dingen meer, dat die gaan ophouden. Ja? En dat is gedaan. Schluss aus, voorbij. Ja? Finito. Niks meer van offeringen gebeuren. Jezus is het uiteindelijke finale offer. En met hem zijn geen andere offers meer mogelijk. God accepteert geen andere offer niet meer. Hij heeft dat toen al in het Oude Testament op bepaalde plaatsen gezegd van your offering is a stench into my nose. Ja? Dus, mm-hmm. Jouw offer is een verschrikkelijke geur in mijn neus, bij wijze van spreken. Ja. Waar is dat hier? Hebreeën kapitel 10. Ja? Mm-hmm. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never
with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Ja? Verstaan het? Ik zag hem er even bij pakken. Dit is het Nieuwe Testament, hè? Koning James Bijbel, ja, brief van de Hebreërs. Van de Hebreërs, Hebrews. Ja, en dan kapitel 10. En dan beginnen we in vers 1. Dat is echt een van de schoonste versen. Die vat het allemaal samen, wat ik juist gezegd heb. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Nu lezen we een keer de essentie van die vers. Mm-hmm. For the law can never make the comers unto it thereunto perfect. The comers thereunto, the comers unto the law. Dus je kunt niet door het wet gerecht gemaakt werden. Je kunt alleen maar door Jesus Christus en zijn offer gerecht gemaakt werden. Mm-hmm. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. Ja. Ja? Wat ik gezegd heb. Het is niet mogelijk dat het bloed van runderen en geiten de zonde van ons zou nemen. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldst not, but a body hast thou prepared me. And burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I, lo, I come, and the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Above when he said, sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldst not, neither hast thou pleasure therein, which are offered by the law. Then said he, lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. En zo on, en zo on. We kunnen ja eens een keer Hebreeën ook een keer gaan lezen. Dat is misschien zeer interessant. Zeker het tiende kapitel. Ja? Maar ene keer we over die offeringen gaan beginnen, is dat bij wijze van spreken een eindeloze discussie of leer die man daarover kan gaan beginnen. Het is gewoon zo dat in het Oude Testament alle offers die gebracht werden niks anders waren als schaduwen of een voorschaduwing van Jezus Christus. Ja? En dat is dan dus ook heel goed beschreven in die deel die wij juist besproken hebben, vers 18, vers 20. Noah builded an altar unto the Lord and took of every clean beast and of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar. Het was dus nodig dat hij, want zij zijn nog altijd zondenaars, hè? Ze zijn op de ark terechtgekomen omwille van dat zij gerecht waren voor God. Maar in de Bijbel staat heel duidelijk geschreven, er is niemand gerecht. Niet één. Ja? Dus ze moesten terug offeren voor hun zonde. En daarom hadden ze beesten nodig. En daarom hebben ze 7 keren reine beesten en 2 keren onreine beesten meegenomen. Ja. De onreine beesten hebben ze direct, ik zeg het maar een keer heel salop, hebben ze buiten gesmeten en gezegd van Gama. En van de reine beesten hebben ze voldoende gehouden om offeringen te doen. Ook tijdens dat ze op de ark waren, want ze waren maandenlang op de ark. Hè? Daar moesten ook offeringen gebeuren. Mm-hmm. En zeker daarna. Zo. Hoppakee. Maar ik wilde niet heel de Bijbelstudie hier aan mij wijden. Gaan jullie ook maar mee voor. Maar ja, als jullie niks meer te zeggen hebben daarover, dan zou ik zeggen van interessant onderwerp, maar laat ons dan vers 20 afsluiten en overgaan naar de volgende. Of ja, hebben jullie misschien iets? Ik heb er niks aan. Michael, jij? Ja, ik denk het punt is dat Jezus zegt dat het nu voorbij is en dat het voldoende is. En dat de punt is dat de voorhang, de gardijn of zoiets, die is in 2 delen gescheurd. En dat is ook de heiligste van de tempel. En dus maakt het ook, heeft het een bedoeling met die offeringen. Ja, en ik denk dat de meeste roman-katholische mensen, die denken dat is een gewoon teken, maar dat is niet de bedoeling dat die oude offeringen nu niet meer nodig zijn. Ik denk dat is een heel belangrijke punt. En ik denk dat Jörg dat goed uitgelegd heeft.
Ja. Ja. Dank u. Okidoki. Goed, dan gaan we maar verder met vers 21. Doe hem. And the Lord smelled the sweet savor. And the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite any more living thing, everything living, as I have done. Mm-hmm. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. Hoppakee. In het Nederlands. En de Heere rook dien lieflijken reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Ja. Mooi einde hoor, van het hoofdstuk, vind ik. Ja, kunnen we nog eens een keer overgaan naar die Statenvertaling hier? Ja, zeker. Want het gedichtsel van mens... Van's mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Het woord gedichtsel vind ik wel heel schoon gekozen hier. Mm-hmm. Niet dat ik het bijzonder goed versta, maar ik vind het gewoon heel, heel schoon daarin. Hè? Ja, als je dan ziet wat in de Koning James... De imagination, dus de voorstellingskracht bij wijze van spreken. Of die instelling van het gedichtsel van wat de mens zichzelf toedicht, ne? Ja. Wat uit hemzelf komt in feite. Ne? Dat betekent dat hier. Dat vind ik heel schoon verwoord eigenlijk in die Bijbel hier, in die Statenvertaling. Ja. En dus gaat God hier in feite een belofte doen. Mm-hmm. Hij belooft de mensen van, ik zal dat wat ik nu gedaan heb niet meer doen. Ook al zijn jullie slecht in jullie hart. Van begin af aan. Mm-hmm. Ja? Toch zal ik niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Ja. Ja? Ik vind dat een heel mooi een mooie belofte. Ja, om, ja. Ja, ja, ook om dit deel van Genesis af te sluiten. En dan naar kapitel 9 over te gaan, wat dan laten we het dat volgende op. Kapitel is. Dus, ja. Dat we die gewoon erbij pakken. Was een mooie afsluiter. En nu hebben we dus juist gehad dat zij een offer daargebracht hebben voor de Heer om hem te danken. Mm-hmm. En dan, wat gebeurt dan? God antwoordt op deze offering. Mm-hmm. En hij zegent Noah en zijn zonen. And God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Nu, ik hoop dat je mij kan vergeven, maar ik vrees dat met deze vers deze Bijbelstudie vandaag gedaan is. Mm-hmm. Want over deze vers kunnen we urenlang gaan praten, maar voordat we dat doen, stel ik voor dat je een keer de Nederlandse en de Duitse versie daarvan leest. Ja, vind ik ook heel goed. Ik pak hem in het Nederlands. En God zegende Noach en zijn zonen, en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt die Erde. Ja. Ist da nicht schon, ja, das wo unser Herr das sagt? Ja. Hij segnete 8 overlevende Menschen auf dieser Erde. Ja, ik ga ervan uit dat hem ook Noah zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen gezegend heeft. Mm-hmm.
kijk eens een keer vanuit, ook staat dat hier expliciet niet bij, maar de zegen van de man overdraagt zich zeker op zijn vrouw. Mm-hmm. Ik zal het maar zo zeggen. Ja, ja. En zeg tegen hun, wees vruchtvol, ja? Dus wees, hoe zegt u dat in Vlaams, in Nederlands? Vruchtbaar. Vruchtbaar, dank je. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. Nu zou je zeggen van, ja maar Jörg, wat kun je daar nu veel over zeggen? Allee, hoe kun je daar nu een heel uur over discussiëren? Nee, ik kan er niet één uur discussiëren. Ik kan daarover een hele week met u discussiëren. Ja. Dat is 7 keer 24 uur. En dan, ja, ben ik er, ja. En dan ben ik er nog niet aan uit. En zeker niet rekening houden daarmee dat ik hier nog Perry heb staan die mij gaat ondersteunen en dat ik Michael hierbij heb die mij gaat ondersteunen. Ja, ja, en die heeft dan ook een vraag. Wat? Die heeft ook een vraag, die Michael. Vraag ze dan maar, Michael. Ik dacht dat we een beetje te snel gestapt zijn in het kapitel 9, want die laatste vers op die kapitel 8, ne, voortaan, al de dagen der aarde zullen zalig en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden, dat is ook een promise. Ja? Dat is ook een statement van God, dat wij zullen niet bang zijn voor de klima probleempjes. Ja, ja. Ja, mag ik daar eens eventjes toe zeggen? In combinatie met die eerste vers van die kapitel 9, dat vind ik een heel goede samenvatting. Hè? Ja. Aber ik dank u voor die opmerking. Ik was eigenlijk van plan om de laatste vers van kapitel 8 en de eerste vers van kapitel 9 samen te nemen, want ik heb het al verschillende keren gezegd, de indeling van deze scroll van dat boek Genesis, ja, het eerste boek in de Bijbel, de onderdeling in verschillende kapitels en versen is gemaakt door de mens. Ja. Oorspronkelijk stond na vers 22 en vers 8 gewoon vers 1 van kapitel 9. Ja. Dat ging in elkaar over. En het is goed dat Michael dat opmerkt, daar heb je in feite een kunstmatige grens, maar dat is eigenlijk geen grens, want je ziet het uit het verstaan, uit die zin, als je dat leest, dat dat spiritueel gesproken, geestelijk gesproken, in elkaar overgaat. Dat ene is een voortzetting van het ander. Mm-hmm. Of het latere beroept zich op het eerstere, en het eerste is een voortzetting van dat tweede dat daarna komt. Of dat tweede is een voortzetting van het eerste wat daarvoor kwam, om het juist uit te drukken. Mm-hmm. Dus ja, die gaan bijeen. En de heel belangrijke boodschap, ik vind gewoon in deel 2 van deze uitspraak, namelijk vers 1 van kapitel 9, is het nog zo veel duidelijker gezegd. Het wordt al door de Heer gezegd in vers 22, maar in vers 1 kapitel 9 is het nog zo veel duidelijker. Hij zegt in kapitel 8 dat hij de aarde niet, dat hij de mensen op deze aarde niet meer zal wegnemen, gelijk hij gedaan heeft. Ook al is het hart van de mens euvel, kwaad van begin. En toch gaat hem de mens de aarde teruggeven. En er zal altijd zaad en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht zal er zijn. Dat zal niet ophouden te bestaan. En hij zegent die mensen en zegt tegen hun, wees vruchtbaar en ga de hele wereld uit. Deze versen hangen allemaal samen. En dat is de punt die Michael wilde maken. En volledig correct. En het is niet alleen vers 22, het is al vers 21 van kapitel 8 dan nog mee bij. Die ik juist nog een keer voorgelezen heb. Ja. And the Lord smelled a sweet savor. And the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Neither will I again smite any more every living thing as I have done. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. And God blessed Noah and his sons, and said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth. Hoorde je nu hoe dat allemaal samenhangt? Dat is in feite één samenhangend vers, één samenhangend stukje, deze drie versen, die hier dus door versonderdeling uit elkaar gechopt zijn, zeg ik maar die absoluut bijeen horen. En of dat we nu alleen maar de eerste vers van kapitel 9 of de laatste twee versen van kapitel 8 daarmee bijnemen, over dit onderwerp dat hier en hoe het hier aangesproken wordt, kunnen wij
een week of een maand en zelfs een heel jaar kan discussiëren en debatteren in deze wereld in die we zitten vandaag. Ja. Want alles wat hier gezegd wordt, is 180 graden omgedraaid van dat wat ons in dit systeem geleerd wordt en geïndoctrineerd wordt door de leer van de Bijbelse, historische en profetische antichrist, de paus van de Romeins-Katholieke Kerk en al zijn medewerkers in deze aarde, die ons willen wijsmaken dat we een tekort hebben aan goede ademlucht, dat we een tekort hebben aan drinkwater, dat we een tekort hebben aan plaats om op te leven, dat we een tekort hebben aan voeding om ons te voeden, en dat we een tekort hebben aan olie, en dat we een tekort hebben aan dit en aan dat en aan alles. Dat enige waar we geen tekort aan hebben, zijn mensen. Die zijn er gewoon te veel. Ja. Alles andere hebben we een tekort. Ja, ja. En wat we hier juist gelezen hebben, is juist 180 graden omgekeerd dat wat ons in de wereld geleerd wordt. Ja, dat is die tactiek. En daarom gaat iedereen die niet de Bijbel kent en de Bijbel leest en de Bijbel gelooft en de Bijbel leeft, de duivel achteraan lopen achter zijn leugen van de globale verwarming. Opwarming, ja. Laat ik jullie, ja, of opwarming. Nu laat ik jullie eens een keer gaan spreken, want daar heb ik een onderwerp aangesneden. Daar is Perry veel beter in zijn woorden en zeker in Nederlands in, want hij heeft al verschillende video's over gemaakt. Mm-hmm. En Michael zal zeker hier en daar een keer invallen. Dus, lieve broers, ga een keer van keer, kan ik eens een keer luisteren naar wat jullie nu te zeggen hebben. Okay. Ik heb de basis gelegd, hoor. Ja, precies. Nou, wat Jurk zegt over dat ik een aantal video's over het klimaat heb gemaakt, dat klopt. En ik heb, niet dat dat veel zegt, maar ik heb het wel gedaan. Ik ben landbouwkundig ingenieur en afgestudeerd in de richting milieuhygiëne. Met als specialisme de luchthygiëne en verontreiniging. Dus ik mag er wat van weten. En wat ik gedaan heb, is ik ben naar het KNMI gegaan, ja, op het internet dan. En ik heb daar de temperaturen eens opgevraagd. Want men heeft het over de global warming, dus de wereldwijde opwarming van de aarde. En is die er eigenlijk wel? En je zou denken, van, nou, dit is al zo vaak in de krant geweest. Nou, dat moet het toch zijn, dat kan niet anders. Maar ik heb die gegevens opgevraagd bij het KNMI. En dan zie je dat de afgelopen 20 jaar is het bij het KNMI in de beeld geen spat warmer geworden. En de 100 jaar daaraan voorafgaand, dus sinds 1901, is het inderdaad 2 graden gemiddeld warmer geworden. En die correlatie is niet heel sterk. Dus dat betekent dat het ook kan berusten op toeval. En dan heb je het over de situatie in de beeld. En de beeld, voor degenen die het niet weten, dat is een stad midden in Nederland. Die ligt vlak naast Utrecht. De zeespiegel voor de Nederlandse kust, die wordt in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat. De zeespiegel is aan het stijgen sinds het begin van de 19e eeuw. Dat is ver voordat de industrialisatie begon. En de stijging is verrassend constant. Die is 1,7 mm per jaar. En dat is die dus al 120 jaar gemeten. En met een ruwe schatting is die eigenlijk al 200 jaar aan het stijgen met 1,7 mm per jaar. En dat is voor Nederland geen enkel probleem. Misschien andere gebieden wel, maar voor Nederland is dat geen enkel probleem. Dus waar heb je het over als je het hebt over de verschrikkelijke gevolgen van de koolstofdioxide in de atmosfeer? Los van het feit dat koolstofdioxide in de atmosfeer, als het maar onder een bepaalde grens blijft, want koolstofdioxide kan toxisch worden bij een te hoge concentratie. Maar onder die toxische, giftige concentratie, daar zitten wij 25 keer onder. Dus er is helemaal geen risico dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer giftig is. En wat is er dan voor de rest wel een effect van die CO2? Nou, dat is dat planten daar harder van gaan groeien. Dus wat is dan het probleem? Wat is nou het probleem met CO2 als, punt 1, dat hele correlatie met de temperatuurstijging, nou, die kan je niet echt waarnemen. De correlatie met die zeespiegelstijging, ja, die zeespiegel stijgt al heel erg lang. En dat is op zich ook niet erg. En van CO2 gaan planten harder groeien. Dus wat is het probleem met CO2?
Los van het feit dat nu al in Nederland, dat las ik dan toevallig laatst op het journaal, dinges, internetnieuws, dat de voormalige Hoogovens, en dat is een bedrijf en daar walsen ze staal, dus een smelterij, die gebruiken heel veel energie. De Norwegians. Dat is overgenomen door een Indiaanse company, die heet Tata. En wat blijkt nou? Die Tata Steel die heeft van de Nederlandse overheid korting gekregen op de belasting die ze moeten betalen op het gebruiken van fossiele brandstoffen voor hun productie. Korting hebben ze gekregen. Korting waarom? Dus dat hele gedoe met CO2, dat was alleen maar om overheden in staat te stellen om extra belasting te gaan heffen. En waar gaat die belasting naartoe? Ja, die vloeit niet terug in de Nederlandse economie. Waar de BTW weer eens verhoogd wordt alsof het niks is. Waar vloeit het, al dat geld naartoe? Nou, dat gaat denk ik naar de Europese Unie. En via de Europese Unie naar meneer de Antichrist. Je weet wel, die man met die vissenhoed. Dat is het hele schandaal van de aangepraatte klimaatpaniek. En staat haaks op dit vers. Want het is niet onze bedoeling dat wij bang gaan zijn om kinderen te krijgen. Dat hoort helemaal niet. Dat is belachelijk. Kijk, er zijn gebieden in Afrika waar ze totaal onverantwoord heel veel kinderen krijgen, want eens in een zoveel tijd hebben ze daar hongersnoden en daar word je echt niet goed van. Daar zou je dat misschien kunnen zeggen van, goh, zou je wat beter gaan zorgen voor je land voordat je kinderen gaat krijgen. Maar in een land als Nederland, dat, ja. Wat wou je zeggen, Michael? Ik ben het hier. Oh, sorry, ja. Nu gaan ze ons vertellen van, pas op, tussen nu en 2030, dus in 11 jaar, gaat de bevolking van Afrika gewoon van 1 naar 2 miljard verdubbelen. Ja, ja. Dus ik zal zeggen van, die Afrikanen zijn goed bezig de woorden van God te vervullen. Ja, ja. Die zegt, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Ja, ja. Die punt op die ik neer wilde, en bedankt voor je mooie uitleg over de CO2, daar kunnen we zeker ook hier en daar nog een keer een beetje verdiepen. Ja, ja. Ik heb trouwens ook twee video's van die je gemaakt hebt ook op mijn kanaal gespiegeld, dus ook daar. Oh, leuk. Die ganze... Ja, tof. Ja, ja. We hebben ver meer dan boven de 100 kijkers ondertussen al in die korte tijd gekregen. Super, ja. Ja, alles moeten we doen om de waarheid naar buiten te brengen. Maakt niet uit in welke taal. Zolang als ik ze maar versta, dat ik kan verifiëren dat de waarheid is. In Nederlands kan ik verstaan, dus ik weet dat de waarheid is wat je vertelt. Want een punt is, deze globale verwarmingsagenda of opwarmingsagenda, of hoe je het ook wilt gaan noemen, die gaat rechtlijnig in tegen dat wat God zegt. Ja. De antichrist met zijn hulpmiddelen, hulporganisaties, regeringen, niet-regeringsorganisaties, VN, UNESCO, noem het maar op, allemaal die duivelse organisaties, die zijn allemaal ervoor gemaakt om het woord van God teniet te doen. Ja. En als God zegt tegen de mensen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u, dan gaat de paus met andere woorden zeggen van, deze God is dom. Ja. Want die zegt dat wij ons moeten vermenigvuldigen, waar de aarde ons helemaal niet de substantie kan geven om te overleven. Deze God is verkeerd. Mm-hmm. Maar ik, de paus, de God van deze wereld, de vertegenwoordiger van de God van deze wereld, de vertegenwoordiger van Satan, ik ben juist en ik zeg u, mensen kunnen niet zoveel leven op deze aarde. Er moet een beperking komen in hoeveelheid mensen. Er moet een beperking komen in de gebruik van de ressourcen, zoals we dat zo mooi noemen. Ja? Ja, ja. Van de bronnen die we gebruiken. Waterbronnen, eetbronnen, alles erop en eraan. Pas op, er zijn veel dingen. Daar ben ik ook niet mee akkoord in deze wereld. Hoe dat de mensen de dieren misbruiken en in fabrieken opvoeden, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Telen. Mm-hmm. Gelijk alsof dat machines zijn. Ja, planten. En geen levende wezens. Ja. Dat is een heel ander onderwerp. Dat is ook de reden waarom dat ik vegan ben. Ik ben niet vegan geworden omwille van de globale opwarming die niet waar is.
Ik ben vegan geworden omwille van dat mijn geweten mij zegt van, ja, daar kunnen we niet meer aan participeren. Mm-hmm. Maar dat is mijn beslissing. En of dat Perry diezelfde beslissing neemt, of Michael diezelfde beslissing neemt, dat is hun overgelaten. Ja. Mijn morele maatstaf is de Bijbel en die geldt alleen voor mij. Die kan ik niemand anders opdringen. Ja. Iedereen moet zelf tot de Bijbel en tot de kennis van God komen. Doordat God hem bij zich haalt. Ja? Zoals Jezus zegt, of zoals in de Bijbel geschreven staat, we kunnen alleen tot de Zoon komen als de Vader ons bij hem brengt. Niet van ons uit. Ja, dat is iedereen, dat is aan iedereen voor zichzelf overgelaten. Mijn morele standpunt is dat ik daar niet aan meedoe. Maar in deze paar versen die we juist gelezen hebben, namelijk vers 21, 22 van kapitel 8 en vers 1 van kapitel 9. Ja. Alles wat deze agenda op deze aarde bespeelt, is lijnrecht leer die tegenovergesteld is van dat wat God zegt. Totaal. En dat is de heerlijkheid van de Heer en de glorie van onze God wegnemen door te zeggen, deze God is dom. Deze God is niet in staat om ons een aarde ter beschikking te stellen waardoor wij kunnen leven op die manier gelijk dat hij zegt. En dat is die boodschap met die ik vind dat we deze Bijbelstudie vandaag zouden moeten gaan besluiten. Dat de mensen eens een keer heel serieus daarover nadenken wie gelijk heeft. Als we een keer naar het laatste boek, naar het laatste kapitel van het boek Joshua gaan. Mm-hmm. Dat is dus het eerste boek dat komt na de boeken van Mozes. Ja? Mm-hmm. Joshua neemt het over van Mozes als Mozes doodgaat. En in Joshua staat erin, in het laatste kapitel, and Joshua said unto all the people, behold, his stone shall be a witness unto us, it hath heard all the words of the Lord which he spake unto us, it shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. So Joshua let the people depart every man unto his inheritance. Mm-hmm. And it came to pass after these things that Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. Welk vers is dit, waar nu zit? Ja, dat was 29. Ik ben al te ver. Ik wilde iets anders voorlezen. Dat is van hetzelfde kapitel, maar moet eens, hij zegt hier, choose this day whom you're going to serve. Me and my family, we have chosen to serve the Lord. Hier, vers 15, sorry. Vers 15, dat is van Joshua, kapitel 24. Mm-hmm. Ja? And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Whether the gods which your father served that were of the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, means my family, main family, we will serve the Lord. Yeah. Choose this day whom ye will serve. Nou, als we nu teruggaan naar Genesis 8, 9, waar we juist in gelezen hebben, dat is hem juist. Ga jij die God geloven die u belooft dat hem de mensheid niet meer zou vernietigen? Dat hij tegen de mensheid zegt van daar buiten in de wereld, wees vruchtbaar, vermenigvuldig u, geniet van mijn schepping. Gebruik mijn schepping om een zo gelukkig mogelijk leven te kunnen doen, gelijk je dat je doet in mijn naam. Of ga je die kleine God in Rome geloven die u vertelt dat is allemaal leugen? Ja. Nee, heb je totaal gelijk. Ik word altijd zo meegesleept, zo emotioneel. Sorry van, maar echt, het is gewoon. Ik vind het. Het is toch ook heel erg. In your face. Ik vind het zo in your face, deze leugens, dat ik niet snap hoe dat die mensen dat allemaal kunnen geloven. Ja. Ze gaan niks meer achtervragen. Mensen met een aangenomen autoriteit presenteren hun iets op een zilveren platter en ze nemen het aan, gelijk een baby de brei van zijn moeder met een lepel ingegeven opfret zonder te vragen of dat goed voor hem is of niet. Want hij vertrouwt zijn moeder, hij weet dat het goed is wat zij hem voedt. Ja. Maar hij neemt dan de voeding aan die uw vader in de hemel u geeft en niet dat vergiftigde brei dat die God in Rome u geeft alle dagen. Ja. Even voor de Nederlandse mensen.
Kijk, wij zijn dan bezig om een windmolenpark te gaan bouwen in de Noordzee. En ik ga het erover hebben of dat nou netto wat oplevert of niet. Maar dan nog, het is de moeite van het proberen waard. En dat willen ze nu gaan verbieden, want dat kost te veel stikstofdioxide. Kijk, wat wil je dan? Dan zie ik het er helemaal klem. Dan mag je dus ook niet een alternatieve energie gaan beginnen, want dat is dan weer ook fout. En dat. Ik heb een zending gemaakt, Perry, weil ik gezegd heb van hoeveel van Nederland moeten ze overdekken onder zonnepanelen. Ja, meer dan de helft. Meer dan de helft. Laat ze dat dan doen, dan gaan we dus alleen nog maar in de schaduw leven en de zon niet meer zien. Ja, precies. En mensen. Ja, ze zouden hun rekenmachine moeten pakken en echt iedereen controleren. Zeker die mensen die dan beweren dat ze van de politiek zijn en een beetje ons gaan vertellen wat er moet gaan gebeuren. Je moet die plannen eens even narekenen. En er klopt helemaal niets van. Het zijn mensen die roepen maar wat. Normaal gezien zouden 99% van de bevolking 1% van de bevolking moeten zeggen welke wetten zij moeten doen, omdat die 99% in vrede kunnen gaan leven. Ja. Maar het is juist andersom. Dat 1% gaat op de 99% zeggen hoe dat ze moeten gaan leven, dat 1% in vrede kan leven. En wat met die 99% is, dan kan hun geen barst schelen. Ja. En dat noemt zich politiek in Nederland, in België, in Duitsland, in Engeland, in Amerika. Ja. Overal in deze antichristelijke wereld. En voordat je dat niet snapt, hè, moet je de zendingen van ons ook niet verder gaan bekijken, want dan snapt er geen rotte bal van. Mm-hmm. Ja, dat is de confronterende waarheid. Dat wij al die jaren hadden wij dat kunnen weten. En we hebben het niet geweten. We hebben de andere kant op gekeken. We hebben vertrouwen gehad in mensen waarvan we wisten dat ze niet te vertrouwen waren. Hoe vaak ik niet gehoord heb dat politici best mogen liegen, want anders kan je in dat milieu niet overleven. Alsof dat een uitzonderingsklasse is, of een kaste. Een kaste der leugenaars. En het werd gezegd, van je moet niet zeuren dat een politicus zijn verkiezingsbelofte niet nakomt. Een belofte nakomen, dat geldt alleen maar voor mensen die niet in de politiek zitten. Maar dat, als je dat als mensheid, als volk accepteert, waar ben je mee bezig? En nou, dat zien we dus nu. Als je nu in een stad als Arnhem kijkt naar de middenstand. En mijn dochter zei dat dan laatst, ja, het kan wel wat minder met die consumptie. En denk ik, ja, je moest eens weten. Toen jij geboren werd, toen stond je in de rij bij de visboer. Dan moest je een kaartje trekken. Zo'n bonnetje. En nu kan je naar diezelfde winkel toe, ben je gelijk aan de beurt. En die winkel heeft nog maar de helft van het personeel. En zij beweert dan, ja, het kan wel wat minder met de consumptie. Ik denk, ja. Het is al heel erg terug. Ik kan me nog herinneren dat ik oudjaarsavond viering had. En we zouden allemaal lekker wat geld. Iedereen had geld, iedereen had een baan. En we gingen boodschappen doen. En we haalden onder andere caviar. Nou, die winkel die caviar verkocht, daar zit nu een multinational kledingzaak in. En daar wordt helemaal niks meer verkocht. De viswinkels hier in Arnhem, daar waren er 3, 4. Daar is er nog eentje van over. En zo kan ik wel even doorgaan. Vroeger kon je in Arnhem groente kopen. 5 soorten appels, 6 soorten sinaasappels, zeg het maar. Dat is allemaal weg. En dat is niet omdat mensen de verse groente en verse fruit kopen via internet. Dat ga je mij niet wijsmaken. De armoede is hier toegeslagen. En dat komt van liegende politici. En dat komt van mensen die het allemaal wel geloven. En die mensen die geloven het allemaal omdat ze hun Bijbel niet begrijpen. Punt. En ik kan net als Jurk kan ik er ook helemaal emotioneel onder worden. Als je het onder ogen ziet hoe makkelijk het allemaal was. En hoe moeilijk wij het voor onszelf gemaakt hebben. Ja. Er bestaat een spreekwoord in Latijns, Perry. Mm-hmm. Nou ja. Dat gaat. Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Dat wil zeggen, De wereld wil bedrogen worden, dus wordt ze bedrogen. Ja. Zonder meer. Ik weet niet hoe ik erop kwam, er was een of andere. Nou, ik zag het op internet. Het ging over de Beatles.
Het ging over John Lennon en zijn blasfemische geklets. En dan zie je die filmpjes destijds van al die mensen die helemaal wauw zijn van de Beatles. Hoe vrouwelijke mensen flauw vallen. Omdat de Beatles voorbij rijden in een auto. Ongelooflijk. Dan denk ik, ja. Wat is de kwaliteit van de mens? Dat je flauw valt omdat er een auto voorbij rijdt waarvan gezegd wordt dat de Beatles erin zitten. Idolaterie iemand? En het was mensen vonden het nog grappig ook. Van, oh, wat een fenomeen. John Lennon heeft gezegd, wij zijn populairder dan Jezus Christus. En ik weet niet wanneer het christendom voorbij zal zijn. Maar ik zeg je, het zal voorbij zijn. En tegen de tijd dat het christendom voorbij is, dan zijn wij nog steeds net zo beroemd. John Lennon. En wij vreten dat maar. Wij vinden dat een soort uiting van cultuur. En dan moet je eens weten waar die teksten van de Beatles over gaan. Met Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom and let it be. Dat is een katholieke meuk. Ik zei het ook tegen mijn dochter van die hele Beatles. Die carrière die is begonnen nadat ze een jaar lang in Hamburg. Heel treffend. Daar hebben ze een jaar lang opgetreden. Een jaar lang. De Reeperbahn, ja. En daar hebben ze 400 optredens gedaan. Nou, ik heb ook ooit in zo'n bandje gezeten. En wij konden helemaal niet 400 optredens geregeld krijgen. Waar haal je het vandaan? En ze waren eigenlijk ook alleen maar een bluesbandje in het begin. Nee, daar zat poen achter. De jongens die werden gefinancierd. Hun kostje was gekocht. Waarschijnlijk hebben ze gratis opgetreden in die cafés. Ja, dan kan je inderdaad wel overal een optreden krijgen. Dat vindt een café geen enkel probleem. Maar er is heel veel geld in gestopt. En waarom? En daar zat de katholieke kerk achter. Moeder Maria komt tot mij. Sprekend woorden met wijsheid. Laat het zo zijn. En de rest. En al die dingen over... Dat was ook wel she's leaving home. After living alone for so many years. Komt Sergeant Pepper. Ja, ik heb dan dat materiaal. Maar als je nou die teksten krijgt achteraf. Dan denk je, oh my god. Je moet dan een keer over nadenken, Perry. Wat jij juist gezegd hebt van Let It Be, van dat lied. Ja, ja. Mother Mary, come to me. Ja. And let it be. Let it be staat voor een ander woord. Amen. Dat ja. is een gebed. Ja. Dat lied is een gebed. En ik denk niet dat er ooit al iemand bij stilgestaan heeft dat Let It Be gewoon voor het woord Amen staat. Ja. Stel je niet voor dat de Beatles zouden gezongen hebben Mother Mary come to me, speaking words of wisdom, Amen. Amen. Ja. Had iedereen het begrepen? Ja, precies. Daarom spreken ze met een gespleten tong. Absoluut. Ik denk maar met het onderwerp van de Beatles is Michael heel, heel begierig om ook nog graag. Ja, ja, dat is onze muziekexpert. Moet ik daar iets te zeggen? Ach, ja, we zitten over het uur. Je hebt niet heel veel tijd meer, maar kom maar. John Lennon bijvoorbeeld heeft een heel bekend liedje gemaakt. Die heeft Imagine. Ja. Ja. En die eerste woorden zijn, imagine there's no heaven. Ja. Ja. Stel je voor, daar is geen hemel. Ja. Boven ons alleen maar lucht, ja. Ja, 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 ja. Ja. So, dus daar weet je met welke mens jij daar... ja, over welke mens je daar praat. Ne? Dat is geen geloven of... Dat is een mens die is egoïstisch en die vertelt in die liedje Imagine iets van dat geen eigendom meer is en geen bezit. Ja. En zelf rijdt hij in Rolls Royce. Ja? Ja, ja. In een kleurige, heel vreselijke Rolls Royce in verschillende kleuren en zoiets. Ja? En dan vraag je af, ja. Dan zie je ook dat hij een leugner is. Ja? En dan vraagt zijn zoon,
die Julian Lennon, ja, welke soort vader die John Lennon was. En hij heeft iedere keer verteld dat hij een vreselijke vader was. Hij heeft geen tijd en hij heeft geen liefde gehad van zijn vader en zo. Mm-hmm. En dus zijn eerste bekende lied van de Julian Lennon in, ik denk, 84 of 85 was Much Too Late for Goodbyes. Ja, te laat om afscheid te nemen. Ja? Mm-hmm. En zijn vader is vermoord worden op de 8 december 1980 voor de deur van die beroemde Dakota Building, waar ze de film van Rosemary's Baby gemaakt hebben. Ja? Mm-hmm. En dus dat zijn geen voorbeelden, deze mensen. Dat zijn negatieve voorbeelden. En ja. Wat 8 ik december? Ook, ja, ja. 8 december is dat niet de sluitingsdag van Vaticaan 2? Maar dat wist ik niet. Okay. Ik denk het wel dat de sluitingsdag van het Tweede Vaticaanse Concilie 1965 is. Mm-hmm. Ja, maar dat was 8 december 1980 en dat weet ik nog, want ik was op school geweest en iedere weet wat daar gebeurd is. Ne? Dat was het gesprek van de dag. Ne? En dus, ja, dat is iedere keer hetzelfde met deze klimaleugen. Je ziet, die tactiek van die antichrist, die is heel simpel. Die is om jij bang te maken. Ja? Ja. En God in de Bijbel, ja, die vertelt jij dat je hem vertrouwen kan. Ja? Dat je vertrouwen in God en Jezus Christus heeft. En ja, dat is het verschil. De donkere zijde, die antichristische mensen, die arbeiten met bang maken, ja? Met angst. Ja? En de goede zijde en Jezus Christ en Jezus Christus, ja, dat is die volkomene liefde. En de liefde staat ook de vertrouwen in, dat je weet, je wordt heel veel geliefd, grenzenloos geliefd van Jezus Christus. Ja, wat zal gebeuren? Niets, ne? Niets zal gebeuren. Mm-hmm. Ja, jij fysische lichaam, die is op een dag overleden, maar dat is alles genoemd in de Bijbel wat daar gebeurt. En als jij als de almachtige God, ik weet het niet in Nederlands. De almachtige God. Almachtige God, ja. Ja, dan jou vertelt dat jij moet geen zorgen hebben voor de toekomst. Ja, dan heb ik ook geen zorgen voor de toekomst. Ik heb zorgen voor de toekomst voor deze mensen die niet aan die almachtige God geloven. Dat is mijn zorg. Ja. Mijn zorg is voor die mensen. Bijvoorbeeld mijn dochter of zoiets. Ja, daar heb ik last mee. Ja, daar heb ik last mee, weil ik daar moet ze nog. Toen ik verleden ben, moet ze nog aan Jezus Christus geloven. Dat is mijn werk die ik doe. Ja. Ja? Maar ik heb geen last daarvan wat met mij gebeurt. Ja? Ik ook niet. Je moet kijken, Perry en Jörg. Als je ouder bent, dan heb je heel veel gezien. En heb een beetje ervaring met dit en dat. Het is niet zo moeilijk dan te zeggen, ik ben daar heel rustig met, want je hebt nu 50 of 60 jaar hier op deze aarde geleefd. Mm-hmm. Ja? Maar een jonge mens, die bijvoorbeeld 10 of 15 of 20 jaar oud is, ja, die is misschien vreselijk bang, ja, voor de toekomst. Ja? Mm-hmm. Maar wij nu, die de Bijbel een beetje leren, ja, die hebben deze angst niet. En dat is ook een goede moment, denk ik, om het te besluiten van mijn kant, om te zeggen, maar lieve luisterers, je moet niet bang zijn, want alle antwoorden die staan in de Bijbel. Ja. En als je de Bijbel leest, dan moet je niet bang maken van deze rottige zangers en zangeres en politische mensen en zoiets. Ja, laat je niet bang maken. Ja? Kijk rust naar de Bijbel en lees in de Bijbel.
Hartstikke mooi. Mag ik eventjes voor de afsluiting misschien een stukje uit de Bijbel voorlezen? Kom maar op. Om dat allemaal een keer samen te vatten wat wij nu in feite gezegd hebben. Om de mensen een keer duidelijk te maken hoe fantastisch in de Bijbel al meer dan 2000 jaar geleden geschreven staat. Wat deze tijd in die wij nu leven zal zijn. Wat deze tijd zal vertegenwoordigen en hoe deze tijd zal zijn. Mm-hmm. Dan gaan we naar de tweede brief van Timotheus, geschreven van Paulus in het Nieuwe Testament. Kapitel 3, en ik wil het graag alle 17 versen eventjes een keer voorlezen. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Wacht even, ik pak er even bij. 1 seconde voor de interruptie. Ik wil even 2 Timotheus, en welk hoofdstuk zit je en welk vers? 3. Hoofdstuk 3. En dan, ja. Dan beginnen we vers 1, kom maar. Ik kan nog een keer beginnen van voor. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogwaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, alleen nog maar gedreven door lust. Onverzoenlijk. Achterklappers. Onmatig. Wreed. Zonder liefde tot de roeden. Verraders. Roekeloos. Opgeblazen. Meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwtjes gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei beheerlijkheden gedreven worden. Vrouwtjes die altijd leren en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen, gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meer daartoe nemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar jij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mijn overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heere heeft mij uit alle verlost. Sorry. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft jij in hetgeen jij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie jij het geleerd hebt, en dat jij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijziging, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Sorry voor mijn soms slechte uitspraak. Dat was ik gaf er een 7,5 heb je minimaal verdiend. Dank je. Is dat niet een schitterend kapitel om af te sluiten, ook al is het in Genesis, maar geeft dat niet een weerspiegeling van de wereld in die we vandaag de dag leven? Een waarschuwing die Paulus bijna 2000 jaar geleden al uitgesproken heeft en gezegd heeft van, zo zullen de eindtijden zijn, mensen. Ze zullen alleen nog maar van zichzelf houden. Ja. Ze zullen tegen hun ouders gaan opstaan. Ze zullen niks meer van de Bijbel willen weten. En zo verder. Ik vind het een fantastisch kapitel. En als je met iemand een keer over wilt praten, hoe God al 2000 jaar geleden voorspeld heeft hoe deze laatste dagen zullen zijn, toon in 2 Timotheus kapitel 3. Ja.
Precies, hartstikke mooi. Nou, mensen, dit komt mijn laatste afsluiting. Ik heb er niet veel meer aan toe te voegen. Ik vond de afsluiting van allebei hartstikke goed. Ik ben ook heel erg tevreden met wat we besproken hebben. En ik ben dat we heel goed ingegaan zijn, weer net als de vorige keer, op de relatie tussen dat wat in de Bijbel staat en dat wat er in deze maatschappij gebeurt. Want dat laatste is zorgwekkend. Niet voor ons, niet voor de mensen die het ziet, want die wist dat het zou gaan gebeuren. Maar het is zorgwekkend voor iedereen die het niet ziet. Knop dat in je oren en geef het door. En zeg rustig tegen andere mensen dat je deze uitzending hebt bekeken en dat je het een goed idee vindt dat die mensen ook gaan kijken. Het is toch gratis wat we doen? Nou dan. En in goed vertrouwen op een goede afloop zeg ik op zijn hamburgers tjus en dag lieverds.